Werknemers aangesloten bij de bond bij het Staatsziekenfonds ZZF hebben vanmorgen na een algemene ledenvergadering het werk hervat. De leden hadden afgelopen vrijdag uit ontevredenheid met de gang van zaken het werk neergelegd. Volgens bondsvoorzitter Rodney Oldenstam hebben derden bemiddeld en een platform gecreëerd. Er zijn gesprekken gevoerd om tot een voorlopige oplossing te komen. De werknemers waren menens met de acties omdat zij het wachten beu zijn, benadrukt Oldenstam. Ik geef alleen maar aan dat het gaat over 2017 en we zijn nu in 2018. Dan begrijpt u wat ik bedoel. En wat is er dan verder? U zegt er zijn derden bijgekomen om gesprekken te voeren. Gaat het de goede kant op? Er is een platform gecreëerd, dat is het belangrijkste. Dat partij in staat stelt om verder overleg te plegen, om te kijken als we tot een vergelijk kunnen komen. We hebben daarnet wel een formele uitnodiging gekregen en die is gedateerd woensdag aanstaande 10 uur. Oldenstam zegt verder dat het wensenpakket voor de CAO-onderhandelingen over 2017 voor de staking is ingediend bij de directie. Langer dan een jaar wordt er onderhandeld over de CAO. Wij hebben altijd rekening gehouden met de huidige situatie, maar het kan niet een jaar lang duren, zegt de bondsvoorzitter. Het kan niet meer zijn dat men probeert misbruik te maken van de werkelijke situatie. Feit is, het is daar. Er is een platform gecreëerd, dus we gaan bij de partij, denk ik, gaan tot het uiterste moeten gaan om na te gaan hoe zij tot een vergelijk kunnen komen. En als ik het vragen mag, hoe ziet het platform dan eruit? Want u blijft het maar benadrukken, er is een platform gecreëerd. Hoe ziet het platform dan eruit? Ja, het platform, nou, noemen wij dat, daarmee bedoelen precies te zijn, dat partijen mandaat krijgen bij de partijen van in deze meerdere, om toch wel verder te praten. Zij het van directiewegen of zij het van de ALV. Rodney Oldenstam, bondsvoorzitter bij het Staatsziekenfonds ZZF. Wij spraken hem vanmorgen na een ALV. De leden hebben toegestemd het werk te hervatten nadat zij afgelopen vrijdag het werk hadden neergelegd. De bond en de directie gaan komende woensdag weer om de tafel voor het voortzetten van de onderhandelingen.